merkwaardige was eigenlijk een beetje dat jullie een beetje stug begonnen, vond ik. Ja, de eerste helft was voor ons nog vrij matig inderdaad. En inderdaad niet echt vol erop wat je normaal gewend bent, maar de tweede helft goed herpakt. Ja, wat is nou jullie sterke punt? Ik bedoel, je hebt hier een helft al staan wat toch wel jongens teruggekomen zijn. De broers van Brennen die zijn terug. Verbrugge hebben de schoenen weer aangetrokken. Volgens mij uit die boom hier achter ons geplukt. Maar dat maakt niet uit. Maar maakt dat toch een beetje verschil? Vorig jaar had je een hele jonge selectie, maar die jonge selectie wou wel werken. En je hebt inderdaad nu inderdaad ook heel veel veteranen. Nou, veteraan is weer een heel groot woord. Maar je hebt gewoon mensen nodig die een bal even vast kunnen houden. Je hebt inderdaad nu mensen inderdaad die even de rust brengen, die even zeggen een balletje eruit, even de andere kant openen. En dat is inderdaad wel het verschil met vorig seizoen. Ja, dan kwamen jullie op achterstand en dachten bij mezelf van oei, dit wordt heel lastig, want combineren deed wel wat beter. Net wat je zegt, voetbalbezit of balbezit was beter dan jullie... Heb je even gewaanhoopt of zeg je, dan denk je, van kom wel goed? Daar heb je de rust voor om het neer te zetten en dan de tweede helft er beter uit te komen. En dan, als de tweede helft slecht was gelopen, dan ga je misschien twijfelen. Maar de tweede helft kwam er goed uit en sterk begon. En een snelle goal, wat heel erg handig is. Ja, die derde goal van Alwin Naps zullen we niet over hebben. Die liep per ongeluk tegen de bal aan, volgens mij. Ik denk niet dat hij ooit zo'n lelijke goal heeft gemaakt, maar hij zit er wel in. Je bent een vrij jonge coach, Daniel. Je hebt natuurlijk ook een voetbalverleden hier bij Varssem. Dat scheelt natuurlijk ook weer. Dit is je eerste klus als hoofdtrainer. Bevalt dat een beetje? Ja, dit is dan mijn derde of vierde seizoen inderdaad al. Dus dan is het niet zo dat het inderdaad niet bevalt. Eerste jaar met Koos de Boer natuurlijk. Gewoon even neerzetten, een goede begeleider erbij. En hebben we neergezet en een stijgende lijn nu te pakken, zeg maar. Dus vanaf dat seizoen, zeg maar drie seizoenen terug, zit er gewoon een stijgende lijn in. En dit seizoen komt het er eindelijk uit. Qua voetbal, qua training, alles loopt zoals je het eigenlijk wil. Ja, het is qua trainingsopkomst inderdaad, dat die flink omhoog zijn. Dat je niet meer met 6 man staat te trainen wat eerder is geweest. En dat zijn wel dingen die helpen ook bij de wedstrijd inderdaad. Is dit nou ook een groep, Daniel, waarvan je zegt van... die 25 punten, dat is leuk. Maar er zit nog wel, misschien wat meer in, qua voetbal. Ja, qua voetbal, wie weet waar het strand. Misschien pak je leuk een periode mee. Misschien wordt het nog wel leuker. Maar dat is inderdaad eerst die 25 punten en dan verder kijken. Eerst hier even van genieten. Ja, eerst even hem en hiervan genieten inderdaad. De derby win vorig seizoen 1 keer verloren, 1 keer gewonnen. En nou begin je hem gewoon lekker thuis met een overwinning. Je staat na 4-5 wedstrijden met 7 punten. En dat is gewoon een heerlijk gevoel. Vooral als je kijkt naar de eerste helft, dan vond ik dat we dan wel bovenliggende partij was. En dan in de rust geven aan van gewoon lekker doorvoetballen. Maar de tweede helft was... niet best. Ja, waar zit dat in? Ja, goede vraag. Ik denk dat we daar echt bij onszelf moeten gaan kijken van waar ligt het aan. Want het is vaker gewoon tweede helft dat je dan veel te zwak begint. Ja, en dan kom je er gewoon niet overheen om of de 2-2 te maken en er overheen te lopen. Ja, dat zat er gewoon niet in vandaag. Er is natuurlijk een derby, dan kun je zeggen van dan weet je vooraf dat je er gewoon volle bakken in moet. Ja, waarom gebeurt dat dan niet? Ja, goede vraag. Ik denk dat... Misschien dat iedereen dacht van een lekker rustig wedstrijdje en dan daarna gezellig even een biertje drinken. Maar ja, het zat er vandaag echt niet in. Te zwak. En, ja. Jullie staan laag, Patrick. Voor WO doen vind ik eigenlijk te laag. Er moet wat gebeuren. Ja, er moet echt, we moeten even met z'n allen bij elkaar gaan zitten. Kijken wat we eraan moeten doen om meer punten te pakken. Vooral bij zulke soort wedstrijden. Ja, vast als je de eerste 30 minuten kent, was het echt niet nodig geweest. Maar, ja. Gewoon snel vergeten, volgende week weer opnieuw? Snel vergeten, volgende week Hollandse Boys thuis. Dus dan 3 punten blijven in Wolderdorp. Wat zei je? 3 punten blijven in Wolderdorp. Ja? Ja, daar ga ik vanuit.